Hier heb ik de nieuwe AirPods Pro 2 en dit zijn de AirPods Pro 1. En in deze video van Time to Guide ga ik ze op een hoog tempo met elkaar vergelijken. En vind je Apple video's nou leuk? Klik natuurlijk even op die knop om te abonneren en kies ik voor duimpje omhoog. Dan gaan we nu gelijk aan de slag met het eerste verschil. Als we kijken naar de eerste versie, dan kan je natuurlijk gewoon klikken aan de zijkant. Het kan hier nog steeds. Je kan nog steeds klikken om muziek af te spelen, twee keer voor volgende nummer, nou, enzovoort. Je kan ook vasthouden voor ruisonderdrukking. Maar je kan hier ook overheen vegen en dan kan je het volume omhoog of omlaag doen. En dat is dus nieuw aan de AirPods Pro 2 en ik vind dat een van de beste functies. Vooral als je televisie aan het kijken bent of als je je telefoon niet in de buurt hebt, dan kan je nog steeds heel makkelijk het volume aanpassen. Laten we verder gaan met verschil 2. Verschil 2 is de verzameling van de verbeterde mogelijkheden om de AirPods te zoeken. De nieuwe AirPods Pro 2 hebben namelijk een ingebouwde speaker en zoals je ziet bij de AirPods Pro 1 is die er niet. En daardoor kan je de case ook laten piepen en is dat geluid veel harder dan dat je de AirPods laat piepen in de case. Want hier kan je nog steeds de AirPods laten piepen in de case, maar dan hoor je dat gewoon niet zo heel erg goed. Zeker als ze verder weg liggen. Uiteraard kan je ook nog steeds de losse AirPods laten piepen. Dat is gewoon hetzelfde gebleven. Dus als één AirPod in een bank zit, dan kan je die losse AirPod laten piepen. De nieuwe AirPods Pro hebben ook de U1-chip en die zit ook in een AirTag. En dat zorgt ervoor dat je de AirPods kan zoeken met een pijl als ze in huis liggen. Dus ze mogen niet te ver weg liggen. En dan kan je gewoon die pijl volgen en dan kom je uit bij je AirPod. Een ander voordeel is dat deze chip gebruik maakt van het netwerk van iPhones. Dus als je je case ooit ergens laat liggen, dan kan een andere iPhone het signaal oppakken. En dan krijg jij een melding op je eigen iPhone dat je AirPods er zijn. Dus je kan op die manier altijd de locatie bekijken van de case. Een opvallend detail is dat de case ook waterbestendig is, in tegenstelling tot de AirPods Pro 1. Je kan de case ook opladen met MagSafe. Dat kan bij de nieuwe case van de AirPods Pro 1 ook. Dus let er eventjes op, als je de AirPods Pro 1 koopt, dat je dan de MagSafe versie hebt. En je kan nu ook de AirPods Pro 2 opladen met een Apple Watch oplader. Dan hoor je ook gelijk een geluidje, dat is weer een hele mooie functie van de AirPods Pro 2. Deze AirPods hebben ook nog steeds gewoon zoekmogelijkheden. Zo kan die ook aangeven wanneer ze voor het laatst zijn verbonden met je iPhone. Maar die zijn dus wel echt een stuk beperkter. Laten we verder gaan met verschil 3. Bij de AirPods hebben we natuurlijk ruisonderdrukking en transparantiemodus. En als je daar nou meer over wil weten, kijk dan ook zeker even de andere video's over de AirPods. Maar deze ruisonderdrukking en transparantiemodus is heel erg verbeterd in de AirPods Pro 2. En ik heb ze de afgelopen tijd getest en dan merk je ook wel echt duidelijk het verschil. Vooral als je de ruisonderdrukking inschakelt, dan hoor je nog minder omgevingsgeluiden. Soms gewoon eigenlijk helemaal niks meer. En als we kijken naar de transparantiemodus, zit het verschil vooral in de nieuwe functie die Adaptive Transparency Mode, oftewel adaptieve transparantiemodus heet. En dat betekent dat harde geluiden naar beneden worden gehaald. Stel je voor je hebt een buurvrouw die heel erg hard schreeuwt en het komt boven de 85 decibel, zo eventjes uit mijn hoofd, dan worden die geluiden naar beneden gehaald, totdat het zeg maar nog gewoon draagbaar is voor je oren. Dit werkt zelfs samen met je Apple Watch, die van mij is helaas kapot. Maar de Apple Watch kan dus ook doorhebben dat het geluid te hard is en dan wordt het geluid ook naar beneden gehaald. En dit is gelijk wel eventjes een mooi bruggetje naar een ander verschil, namelijk de nieuwe H2-chip. In de AirPods Pro 2, deze dus, zit een nieuwe H2-chip. En die zorgt ervoor dat de AirPods slimmer zijn geworden. En daardoor dus ook betere ruisonderdrukking hebben en dus het andere verschil, de betere transparantiemodus. De geluidskwaliteit zou er ook weer beter, dat is gelijk weer een ander verschil. Want als je deze AirPods gebruikt, dan hoor je een stuk meer details, het geluid is wat voller en het klinkt gewoon in het algemeen dus een stuk beter. Ik moet er wel bij zeggen dat je er ook alweer heel erg snel aan gewend raakt en dat ik ook geen audiokenner ben. Dus ik zal je ook nog wat punten in beeld zetten van wat andere reviewers hebben gezegd over het verbeterde geluid in de AirPods Pro 2. Heel even kort tussendoor, ben je nou op zoek naar een leuke bijbaan waarin je tech kan uitleggen en software? Kom dan solliciteren bij Time to Guide, het is mijn bedrijf, dus ik ga ervoor zorgen dat jij een superleuke bijbaan hebt en ik hoop heel graag van je te horen. Onder andere door de nieuwe chip gaan de AirPods ook een stuk langer mee. Met de case erbij heb je 30 uur en de losse AirPods kan je 6 uur gebruiken. En als we kijken naar de vorige versie, dan heb je 24 uur met de case erbij en 4,5 uur voor de losse AirPods. Wat ook meespeelt bij de verbeterde batterijduur is de nieuwe versie van Bluetooth. Deze hebben namelijk Bluetooth 5.3 en deze hebben Bluetooth 5. En Bluetooth 5 zit ook in de oude AirPods, zelfs in de AirPods 2 zit al Bluetooth 5. Maar Bluetooth 5.3 is dus een stuk efficiënter in het energiegebruik. En de verbinding komt ook sneller tot stand. Dus als je deze AirPods verbindt met je iPhone, merk je echt dat de verbinding gewoon direct is. Er zit nog minder vertraging in. Het gaat nog sneller dan bij de AirPods Pro 1. Een nadeel van deze nieuwe versie van Bluetooth is dat het niet meer werkt met deze super oude iPod, die ik soms gebruik als ik me een beetje nostalgisch voel. De oorherkenning van de AirPods is ook verbeterd. Er zit namelijk een nieuwe sensor in die beter detecteert of het echt huid is, of dat ze bijvoorbeeld los in je zak zit, of dat je ze op de bank hebt gelegd. Dus je hebt minder kans dat je AirPods per ongeluk muziek gaan afspelen of ander geluid als ze ergens liggen en dus niet in je oor zitten.
De pasvorm van de AirPods is helemaal hetzelfde gebleven. Bij deze nieuwe versie krijg je wel een XS eartip, maar die kan je uiteraard ook los bestellen mocht je die willen gebruiken voor je AirPods Pro 1. De microfoon is ook ietsje verbeterd, maar ik vind het persoonlijk nog steeds niet zo heel erg goed klinken. Zo klinkt het geluid op de AirPods Pro 1. Zo klinkt het geluid op de AirPods Pro 2. Nu hebben we uiteraard ook nog de prijs. De nieuwe AirPods kosten bij Apple zelf €299. En deze AirPods, die worden niet meer verkocht bij Apple, maar je kan ze op heel veel websites nog wel vinden voor ongeveer €200. Ik verwacht trouwens dat de prijs van deze nieuwe AirPods ook gaan zakken naar ongeveer €280. Dat zal denk ik al op de korte termijn gebeuren. Nu vraag jij natuurlijk af, welke AirPods moet ik kopen en zal ik mijn oude AirPods Pro ook upgraden? En dat ga ik nu vertellen. Ik zou persoonlijk je AirPods niet upgraden, tenzij je geluidskwaliteit echt heel erg belangrijk vindt. Je echt zo'n persoon bent die de kleine details in muziek hoort en dat heel erg waardeert. En het ook wel heel erg fijn zou vinden om het volume te kunnen regelen met de AirPods. Dan zou je kunnen overwegen om je oude AirPods te upgraden. Heb je nog helemaal geen AirPods, dan zou ik wel aan om gelijk voor de Pro 2 te gaan. Omdat er wel zoveel handige functies in zitten die zeker wel die €80 waard zijn. Kijk ook zeker de andere AirPods video's. Er is ook een video waarin ik alle AirPods met elkaar vergelijk. Ik vergelijk de AirPods Pro 2 ook met de AirPods 3. Mocht je daar benieuwd naar zijn. Ik hoop je heel graag weer terug te zien. Dit was een video van Time to Guide. Mijn naam is Timon en nu is het time to go. De hoofdcamera van de iPhone is dus nu 48 megapixel. Dat is 4 keer zoveel als de camera van de 13 Pro. Wanneer je dit wil gebruiken, dan moet je dit wel activeren door RAW te selecteren en ook 48 megapixel bij de instellingen. We hebben een aantal foto's gemaakt om dit uit te testen.